Dit is een bespreking van het eerste stukje van paragraaf 12 van boek 28. Sinds Scipio Minor het opperbevel in Spanje heeft, zijn de Carthagers daar aan de verliezende hand. Hannibals broer Hasdrubal probeert dan zijn broer na te doen, de Alpen over te steken en Hannibal in Italië te hulp te komen. Maar deze Hasdrubal leidt een verpletterende nederlaag bij de rivier de Metaurus, waarbij Hasdrubal zelf ook sneuvelt. De Romeinen zijn dan niet te beroerd om Hasdrubals hoofd, dus het hoofd van de broer van Hannibal, in Hannibals legerkamp in Zuid-Italië te bezorgen. Het gevolg is, zegt Livius in dit eerste stukje, is dat in Italië nu een impasse ontstaat. Beide legers laten elkaar met rust. Cum Hannibale, cum is hier voorzetsel, met Hannibal. Dan staat er letterlijk nihil rei, niets van zaak, niets van oorlog. Gestum est is gevoerd, eo anno in dat jaar. We praten over het jaar 207 voor Christus in onze jaartelling, het jaar van de slag bij de Metaurus, waarin dus Hannibals broer Hasdrubal gesneuveld is. Want er komt nu een verklaring, want nog twee dingen gebeuren er niet, nog niet en ook niet. Nog zelf, dat is dus Hannibal, C. optoeliet, bood hij zichzelf aan, staat er letterlijk, liet hij zichzelf zien. In een wond, een volnoes is hetzelfde als een volnoes, in een zo recente wond. Dus Hannibal is als het ware gewond, dit is uiteraard een metafoor. En die wond is publico privatoque, die is van de staat. Dat slaat natuurlijk op die nederlaag bij de Metaurus. Maar die is voor Hannibal ook privatum. Voor hem persoonlijk, dat slaat natuurlijk op de dood van Hasdrubal. Dus die Hannibal die laat zich even niet zien. Neque en ook niet. De Romeinen, onderwerp hier, die daagden hem uit. Hem moet je aanvullen en quietus betekent rustig. Die daagde hem uit, die daagde de rustige niet uit. De rustige Hannibal niet uit. Dus ze laten Hannibal met rust, zolang als Hannibal zichzelf rustig houdt, zolang die zelf quietus is. Tantam vim congrueert met elkaar, zo grote kracht erin te zijn. En dat is een ACI die afhangt van dat ken-zeeband. Zij oordeelden, ze dachten, onderwerp zijn de Romeinen natuurlijk, zij dachten dat zo'n grote kracht in was in. En waarin, dat staat daar, in doeke, in uno illo doeke, in die ene aanvoerder. Daarmee wordt natuurlijk verwezen naar Hannibal. Dus de Romeinen dachten dat alleen in die Hannibal zo'n grote kracht aanwezig was. Etsy, ook al, betekent hoewel, de conjunctieve zo roerend hangt daarvan af. Onderwerp is omnia, ook al storten alle andere dingen, alia ben ik vergeten te vertalen, maar omnia alia betekent alle andere dingen. Ook al storten alle andere dingen rondom hem, circa eum, in, dachten die Romeinen toch dat in die ene leider Hannibal, dat er zo'n grote kracht in hem was, dat ze hem toch maar beter met rust konden laten, zolang die zelf quietum, quietus was.